Onze processen zijn zeer technologisch uitgewerkt. En d'ailleurs, een mooi voorbeeld daarvan is het feit dat we dit jaar als eerste oliefabriek een CO2-neutrale productie naar buiten kunnen brengen bij de introductie van een nieuw product, namelijk de Audi e-tron. Wij gebruiken het principe 3D's tot nu toe. Dat wil zeggen, alles wat te maken heeft met dirty, difficult en dangerous zijn argumenten om een robot te gaan plaatsen. En sinds kort zijn we overgegaan naar een vierde dimensie, naar de vierde D, dat is namelijk demografie. En zo komen we in contact met de collaborative robots om ook daar een intrede te maken. De voordelen van een cobot zijn dat ze geen afgeschermd veiligheidsgebied nodig hebben, waardoor dat ze ook veel minder plaats hebben, hetgeen ook kostenbesparend is. De verdere voordelen zijn natuurlijk dat ze direct kunnen samenwerken met de operatoren en dat ze de operatoren ergonomisch gaan ondersteunen. En zelfs in die mate dat we in de toekomst physis of lichtphysis beperkte mensen voor die job kunnen inzetten. De cobot wordt ingezet om mede kwaliteit van het product te bewaken. Hij doet een controle op verschillende lastnaden zoals aanwezigheid, lengte, positie, poren en dit vooral op plaatsen waar de operator niet of moeilijk kan kijken. De mensen zijn rustiger, zij zijn zekerder van hun kwaliteit, want de robot neemt een stuk van hun eigen controlemogelijkheden over en zij zien ook dat hun taak niet in gedrang komt. En dat is voor ons heel belangrijk geweest. Nou, het is vooral belangrijk om de robots in te schakelen voor ergonomische problemen. Het is belangrijk om een systematisch systeem te hebben dat telke malen altijd hetzelfde kan doen zonder te veel problemen. Vandaar is een robotinschakeling heel interessant om de mens te ondersteunen in wat hij doet. Ik denk, samen met Founder hebben we daar een mooi project op opgebouwd en zijn erin geslaagd om zoiets ook aanvaardbaar te maken met onze sociale partners, met de arbeiders, om zo ook aan te tonen dat technologie samen met medewerkers kan doorgevoerd worden.